5 voor 6. Waar is Arm? Hey. Je wordt wakker. Arm was in één keer verdwenen deze nacht. En een uur later was hij er nog. En 's ochtends, toen het tijd was om op te staan, lag hij plots weer in zijn bed. Geen kooktest, hè? Overmorgen. Ja. Weet je al wat je gaat maken? Wat ook? Tonijncarpaccio. Met krokante kappertjes. En pocherij. Daar zou je best wel van onder de indruk zijn, denk ik. Maar dat passeren, hè? Hoe lukt jou dat? Bij mij gaat het altijd kapot. Het is gewoon een kwestie van het ei op het juiste moment in water doen. Ja, ik doe gewoon op gevoel, hè. Ik weet gewoon wat ik moet doen. Als ik in de keuken sta, gaat het vanzelf. Echt? Ja. De beste chef kookt op gevoel. Ja, op een of andere manier heb ik het gewoon in mijn vingers. Talent heb je of heb je niet? Aaron doet het echt zo goed. Hij is misschien wel een van de beste uit de klas. Maar het gaat hem ook allemaal zo gemakkelijk af. Ik denk dat het gewoon een soort natuurtalent is. Waar waarde jij vannacht trouwens? Wat zeg je? Waar dat je vannacht waard? Naar de wc. Tja, dat is raar. Een uur later heb ik nog eens gekeken op de klok. En je waart er nog niet. Nee, toen was ik weer naar de wc. Ja, ik heb te veel water gedronken gisteravond. Dat moet ik niet meer doen. Te veel water. Oké. Ik heb hier op de bank geslapen. Nou goed. Waarom? Ja, omdat jij zo hard snurkt. Snurken? Ik? Ja, jij. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ik heb jaren met mijn broertje op dezelfde kamer geslapen. Oftewel merkte hij het niet, oftewel was hij doof. Oftewel heb ik het pas ontwikkeld. Echt wel balen, want ik dacht echt dat alleen oude mannen snurkten. Zo, dat lawaai dat Thomas maakt, is echt niet normaal. Alsof er een heel oerwoud wordt omgezaagd. Ja, ik snap echt niet dat Leven daar doorheen kan slapen. Nee, ik heb Thomas nog nooit horen snurken. Maar aan mij heb je ook niet zoveel, hoor. Want er was een keer een brand bij ons aan het eind van de straat. En er waren allemaal brandweerwagens met sirenes en zo. En ik ben er gewoon dwars doorheen geslapen. Maar dat snurken kan je wel wat aan doen. Dat had mijn vader ook. Er is een trucje voor. Je hebt pleisters. Neuspleisters. Maar je kan ook een tennisbal aan de achterkant van je shirt naaien. Zodat je niet op je rug gaat liggen. Dan snurk je niet. Het is toch erg dat mijn gesnurk Arm uit zijn slaap houdt en net met zo'n belangrijke kooktest voor de deur. Er moet toch een andere oplossing zijn dan tennisballen in mijn kleren of plakband onder mijn neus. Snurken, hoe dat oplossen? Ik heb al tientallen sites bezocht en er is wel iets tegen te doen tegen dat snurken. Maar zo heftig. Met operaties en zo. Weer de operatie. Hey. Hey. Marie-Elise? Ja? Die middeltjes tegen het snurken van u. Ja, als ik me dan toch niet wil laten opereren, dan zijn die middeltjes van Marie-Elise toch nog niet zo slecht om te proberen. Ik weet wel een trucje. Dat is eigenlijk best wel nieuw. Ja? En veel makkelijker. Veel beter. Vertel. Je smeert eigenlijk pindakaas. Hier. Voordat je gaat slapen. Hier. Ja. En dan 's nachts ruik je die geur. En dan krijg je honger. En dan doe je je mond open. En voilà, dan snurk je niet meer. Ideaal. Super gemakkelijk en snel. Dat ik daar zelf niet ben opgekomen. Succes, hè? Dank u. Pindakaas? Nog nooit niet van gehoord. Allee, wel alles geproefd en zo, maar nooit niet dat dat helpt tegen het snurken. Het is natuurlijk helemaal verzonnen. Een snor van pindakaas. Ik zie het al helemaal voor me. Hey, Tom. Hey. Wat doe je?
Ik zoek een nieuw gerecht uit. Waarom? Dat flamberen, dat lukt bij mij langs geen kant. Ach ja, dat lukt wel. Nee, ik krijg het niet onder de knie. Weet je wat veel mensen niet weten? Nee. Is dat je de alcohol eerst moet opwarmen. Is dat? Ja. Oh, top, dank u. Alsje. Hé, hey, jongens. Is het niet die bal die ik in jouw shirt heb genaaid? Dat is die bal. Maar die bal werkte niet. Ja, echt tof van Thomas dat hij al die minnetjes probeert. Maar had hij nou serieus gedacht dat die tennisbal zou werken? En die pindakaas van u, die werkte ook niet. Nee, het klopt inderdaad niet. Ik heb deze nacht echt slecht geslapen. En allemaal door die stress van dat snurken. Ik ben weer een paar keer wakker geworden. En je mocht eens raden. Arend was weer al weg. Oké. Misschien heb ik dat van die pindakaas ook wel verzonnen. Wat lief? Heel mijn kussen zaten zonder, hè? Hoe kun je iemand in een maling nemen in een positie gelijk ik? Sorry. Sorry. Oh, wacht, volgens mij heb ik les. Wat? Nu al? Ja, nu. Ik zie jullie later, hè? Misschien is Aram zelf wel extreem gevoelig aan geluid. Of hij snurkt zelf en hij wordt van zijn eigen snurk wakker. Of hij liegt. Hé? Hier. Of hij liegt. De huisregels, nummer 6. Lees maar voor. Van 11 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends zijn alle ruimtes in het pand als leslokalen, relaxruimtes, studeerkamers en keukens gesloten. Arm heeft gezegd dat hij 2 dagen in een relaxruimte heeft geslapen. Dat is gewoon gelogen. Het is voor de leerlingen ten strengste verboden om zich na 11 uur in deze ruimtes te bevinden. Precies. Het klopt gewoon niet. Waar slaapt hij dan wel? Zou hij misschien stiekem een vriendinnetje hebben? Is hij Arend? Hij had toch les? Slaapt hij buiten of wat? Hij heeft gezegd dat hij in de relaxruimte heeft geslapen, omdat ik snurk. Maar ten eerste, ik snurk niet. En ten tweede, de relaxruimte is 's nachts gesloten. Dus ik snap niet waarom dat hem daarover ligt. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Wat doet hij daar? Wat is... Dat klopt toch niet? Hier klopt echt geen hout van. Aram verbergt iets. Vroeg opgestaan om Arem te gaan bespieden. Hij moet toch iets te verbergen hebben. En wij gaan dat uitzoeken. Is vast. Slot. We gaan daarheen. Hé, die deur. Die zit normaal op slot. Ja. Wel spannend, hij is zo'n schoon meisje. Dat maakt die pindakaas op mijn lip helemaal goed. Kijk, hey, June. Hij was gewoon keihard aan het oefenen op pocheren. Wat nou? Ik weet wat ik moet doen als ik in de keuken sta. Hij oefent gewoon het hardste van ons allemaal. Hey, doe je. Ik heb honger. Ah, en dan kwam een ei passeren. Ja, ik kon niet slapen, omdat hij zo snurkt. Aha. Ja, en gisteren en eergisteren zeker ook. Je komt hier gewoon maar oefenen. Heb ik daarvoor mijn tennisbal geslapen? En heb ik daarvoor pindakaas op mijn neus geplakt? Ja, sorry. Oké, ik oefen. Maar ik heb echt wel talent, hoor. Ja, en de meeste van de keer heb ik ook op echt opgevoed. Hoe zit jij hier dan binnen geraakt? Sleutels van Eddie gepikt. Maar hoe zijn jullie erachter gekomen? Zijn jullie maar gevolgd of zo? Ja. Zag je lopen buiten. Je verdween zomaar in de bosjes. Wat ging je doen? Eieren rapen bij de buren.
Maak het nu maar goed, hè? Ik heb toch wel sorry gezegd? Ja, maar dat zijn woorden. En ik ben niks meer woorden. Ik was altijd zo jaloers dat Aram zo makkelijk afging. Ik dacht dat het een soort supertalent was. Nou ja, een supertalent in de boel belazeren, ja. Nu moeten jullie weer doen. Ik heb alleen op mezelf gerekend, hè? Alleen, ik eet het niet zonder servet. Kijk eens, prinses. En ik moet toch eerlijk toegeven dat ik toch wel eens al een droge mond heb. Mm. Serieus? Het kost ons ook moeite om te zwijgen over wat we ontdekt hebben. Absoluut. En waar dat de sleutels van Eddie zijn gebleven. Oké, kunnen jullie alsjeblieft proeven? De tonijn carpaccio is lekker, maar die kaartjes die hadden toch net iets krokanter gemogen. Hmm. Nog even oefenen en dan gaat het vast wel beter. Ik wist wel dat niemand kan koken zonder te oefenen. En aan mij nou de schuld geven. Volgende keer toch maar eerlijk zijn tegen mijn vrienden. Het is echt gênant. Ik hoop wel dat ze het nou vergeten. Ja, ik heb een lesje wel geleerd. Verrassing voor jullie. Het is bijna Sinterklaas, dus jullie zullen daar nog heel wat mee moeten gaan doen de komende dagen. Oh, er is een pakketje voor je. Alleen mijn moeder verstuurt zulke pakjes en brieven. Eerlijk zou ik gewoon thuis willen zijn. Hey, waar doet jij naartoe? Ik ga een boswandeling maken, ja. Ja, helemaal naar Frankrijk zeker.